Oh ja, dat moet ik u nog even zeggen. Een paper. Het is namelijk zo dat er brieven komen bij de VARA waarin men zegt van, ach, moet dat amusement nou? Willem, jij zou veel beter een talkshow kunnen doen, maar dan een ernstige. Dat ligt jou. Ja. Juist. Vandaar dus dat ik met deze pijp vanavond mijn debuut maak als leider van de talkshow. Dit is Aspecten uit de Samenleving. Diepgaand belicht op vrijdagavond door uw discussieleider, Dr. Anders W.L. Ruys. Wauw, wauw. Twee onderwerpen van nou. Onderwerp 1, de te verwachten bevolkingsexplosie in 84. Met erover twee gynaecologen. Komt u naar voren. Eerste gast. Dan. Ja. Even voor de kijkers. Zo. Komen jullie vandaan? De Bos. De Bos. Ja. Jullie werken samen als gynaecoloog? Ja, ik doe het al jaren. Jullie al jaren? Ja. Dat is een prettig beroep. Prettig beroep, ja. Hoeveel heb je er nou al zo gehaald? Huh? Nou, ik ben met mijn tienduizendste bezig. Maar. Zo. Ik vond het bijzonder belangwekkend om toch even achter die schermen te kunnen kijken van hoe zich dat gaat ontwikkelen. Fijn. Dames en heren, we gaan het hebben over de buitenlandse orders. Daarvoor twee economen, John en zijn collega Marijke. John, die order, Taiwan, dat heeft verregaande consequenties voor de economie, denk ik wel, niet? Waarschijnlijk 4000 banen. Ja. Hoe moeten we dat opvangen? Bijzonder goed gesprek, vond ik. Ja, dankjewel. Dames en heren, goed zo. Zoals altijd, de afronding met een wat lichter onderwerp. Wellicht nu bekend uit de boekwinkel, december aflevering. En ook bekend uit de cursus Teleac. Mag ik u voorstellen aan een bijzondere, intelligente, maar vooral bijzonder mooie Spaanse vrouw, Pilar Alcon van Teleac. Ja! Goedenavond. Goedenavond. U vindt het hier gezellig? Het is gezellig. Ja. Nou is Spaans een ontzettende mooie taal. En soms heb je ook nog de mazzel als je Spaans spreekt dat je een ontzettende mooie vrouw bij cadeau krijgt. Het vervelende is dat zij geen woord Nederlands spreekt. Maar nou is het zo dat een taal vaak, hè, als ze iets vertelt, een beeld geeft door de manier waarop ze praten, zodat je wel ongeveer kunt aanvoelen wat ze zegt. Ik vraag aan Pilar het volgende. Spreken jullie Spaans? Een beetje? Nee, helemaal niet. Nou, oké. Okay. Probeer het te vertalen. Pilar, de eerste vraag in deze talkshow, Aspecten van de Samenleving, is: denk je dat ik een ideale man voor jou zou zijn? Bueno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, pero lo que te puedo decir es que nunca me imaginé que entre los holandeses hubiera un chico tan pequeño como tú. Lo que sí te puedo decir es que no eres el tipo de chico que a mí me gusta. En? Wat zei ze? Het laatste dat... Wat, denk je dat het zo is, ideale man? Wat zei ze? Nou, er kwam iets van klein in voor, ik weet het niet. Nou, dat heeft te maken met het Romeinse beeld, denk ik. Daar heb je er niet van begrepen in ieder geval. Volgende vraag is ook even aan de vragen. Is het terecht dat Nederland ten koste van Spanje niet in Parijs op de Europese voetbalkampioenschap verschijnt. Want wij hebben hele goede voetballers. Ja. No entiendo mucho de esto, pero lo que sí te puedo decir es que no se puede comparar a Ruud Gullert con un Santillana. Juega, pero no es muy bueno. Y lo mismo te diría de Vandenberg. No es un gordillo. Denk je, jongens? Lo que sí estoy contenta es porque España ha marcado muchos goles. Nou, Spanje heeft veel goals gemaakt, zegt ze. Maar als het zij het voor het zeggen had gehad, was Holland toch naar Frankrijk gegaan. Fantastisch. Er
wordt wat afgelogen op die televisie, hè, als ze gaan vertalen in ieder geval. Nou, gaan we weer druk, hè. Deze groep de beste vertaling, deze groep de beste vertaling. Wie wint de pot? En je mag nu drukken. Blauw tegen rood. Eén ronde verder, blauw is de winnaar. Dit is Pilar, ik begeleid jou even naar deze plek. Pilar, ik kijk altijd naar je op zondagavond. En dat betekent dat ik dan dat mijn aardappels er helemaal koud van worden. Ja. En ik vond het zo leuk om je lijfelijk aanwezig te hebben. Want ja, ik vind praktijk leuker. Les in de praktijk vind ik leuker dan theorie. Muy bien. Muy bien. Adelante. Ja, als je mij dus Spaans leert, ik kan een Spaanse spreken zo ongeveer als ik het nou doe, maar één. Goed. Maar is niet goed, ik ben gaande en zo. Als ik aan je aanraak, jou. Cabello. Is dat je haar? Huh? Ze zeggen altijd G, hè? Nou, weer van haar. Is dat je haar? Zeg Spanje dan, is dat je haar? Als ik aanraak, jou. Hoe heet dat? Nariz. Nariz? Als ik aanraak jouw arm. Brazo. Ah. Brazo! Als ik aanraak jouw hand. Mano. 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 Sí. En als ik wil geven die kus op jouw hand. Beso. Kijk, mooi wel gestolen alvast deze, hè? Wij noemen dat kus. Kus. Ja! Als ik jouw haren streel, dan streel ik mi cabello. Als ik jouw hart voel, voel ik mi corazón. Bijt ik in jouw nek, hap ik in mi cuello. Zing ik een lied voor jou, zing ik una canción. Ik wil met jou zo graag eens iets beber. Ik ben een hombre, ja. Als ik jou op mijn scherm zie, viva España, voel ik geen zak voor theorie. Que viva España. Als ik jouw beeldenis bekijk, que viva España, voel ik veel meer voor de praktijk. Que viva por knieën raak, zit ik aan jou. Rodilla. En ik pijn om jou, ben ik om jou. Dolor. Ik krijg de kriebel, dus ik krijg una cosquilla. Ik voel slechts liefde voor je, dus ik voel amor. Un beso is dat, weet ik van mijn zus. Precies waar ik op loer, dus op een kus. Ik hoef geen platen en geen boek. De waar ik naar zoek. Que viva España. Als ik jou om je middel pak. Que viva España. Pak ik mijn cursus telejak. Que viva por favor. Que viva por jongetje. Pilar, we hopen je ooit nog een keer te zien, Pilar, maar dan. dan een andere cursus. Pilar, welkom, jongens, jawel. Tot ziens. Tot ziens.